right here goes out to all the babies, mamas. Je ziet Yahya in zijn gele hesje en je denkt, wat is die man nu weer aan het doen? Nee, ik doe niet mee aan wegwerkzaamheden. Ik ben in het Haagse IJspaleis, het stadhuis waar wij vandaag aanwezig zijn bij de Wereld AIDS Conferentie die er is tussen de scholen in Den Haag en scholen in Cape Town, Zuid-Afrika. Vandaag is hier een debat en er is verbinding met een satelliet in Zuid-Afrika, dus het is allemaal spannend hoe dat gaat verlopen. Mooie echo inderdaad, ja. Den Haag, oh mooie stad achter de duinen, vol met Turken, Marokkanen, asielzoekers en Polen. De exportproduct uit Den Haag is nu een Turkse pizza. En wie komt er aanlopen? DJ Idris. Idris, kom er even bij, man, gozer. Alles goed? Ja. Wat brengt jou hier vandaag? Ik moet draaien. Je moet draaien. Wat moet je draaien? Jointjes? Dames en heren, alles goed? Mag ik jullie misschien wat vragen? Ja, we zijn van Phoenix. Jullie waren net bij het debat. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, goed. De verbinding was iets minder kwalitatief dan verwacht. Maar op zich, je had wel een beetje kunnen horen wat ze ervan dachten. Dus dat was wel erg leuk. En is dat een beetje hetzelfde als wat wij hier denken over AIDS en over HIV? Nou ja, ongeveer wel. Er wordt wel andere meningpunten over gegeven. Maar over het algemeen zijn we het met z'n allen wel eens. Ja. Misschien een chockerende vraag, maar zijn jullie al seksueel actief? Nog niet. Jij? Yeah? Nee, ik ook niet. Nee. Nee. Oké, maar als jullie seksueel actief gaan zijn, gaan jullie dan gewoon wel een condoom gebruiken? Ja, zeker. Ja. Uiteraard. Dat is een belofte? Vanzelfsprekend. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Oké, je hoeft geen condoom te gebruiken bij het. Dank jullie wel. Oké, wat is uw naam? Mijn naam is Karel Terkuilen. Oké, en wat voor vak geeft u? Ik geef biologie en AMW. Oké, krijgen ze nu ook al een beetje seksuele voorlichting op school of is dat nog steeds? Ja, nee, ze krijgen seksuele voorlichting al in de eerste klas, tweede klas, derde klas, bij gezondheidsleer. Bij biologie komt het weer terug. Chocorti ze ook wel eens met foto's en filmpjes? Ja, laat ik www.geslachtsziekte.nl, daar staan van die leuke plaatjes op. En dan zeg ik, dames, kijk, als je dat ziet, dat worstje met die zweertjes erop, inpakken en terugsturen. Dag dames, alles goed? Hoi. Mag ik even aanschuiven? Nee. Nou, kom op zeg, dan ga ik gewoon blijven staan. Dan ben je al seksueel actief? Dat ga ik niet aan jou vertellen. Ja, kom op, hallo. Zeg gewoon ja of nee. Waar komt dit op terecht? Dit komt op internet op phonics.fm. Ja, dacht het niet hè. Oké, maar hoe oud ben je? 16. Oké, dus dan ben je, omdat je al een beetje zo vaag doet, ben je al seksueel actief. Maar doe je het wel veilig? Alleen ja of nee? Ik sta hier echt zo buiten. Sam, red me. Moet ik er ook op antwoorden? Ja, graag. Ja, ik ben 17, wat denk je dan? Dan ben je seksueel actief. Ja, natuurlijk. Als je 17 bent, dan is het gewoon vanzelfsprekend. Oké, maar veilig ook? Altijd. Ja. Jij? Ja. Oké, dank jullie wel. Zie je, zo makkelijk is het toch? Nou, echt fantastisch. Dank jullie wel. Oké, doeg. Fijne dag nog. Jullie ook. Dank. En dat was een chockerende interview hier. En zou je zulke mensen moeten vragen, bent u seksueel actief? Ik ga nou weg, man. Ik heb al één cameraman, dat is al voldoende, man. Gek huis, joh. Doe jij het veilig? Doe maar. Nee. Doe maar dat ding. We gaan even de rollen omdraaien hier, internet. Doe jij het veilig? Ja, ik doe het veilig. Ik doe het 5 keer in de week en ik probeer het eigenlijk af en toe zelfs 2 keer op een dag te doen. Omdat seks gewoon... Ja, tuurlijk met dezelfde persoon. Hallo. En ik doe het veilig, ja. Nou, mensen dus nog hoop zelfs eigenlijk voor seks krijgen. Ja, daarom. Dus zelfs met mijn uiterlijk lukt het ook wel eens. Oké, nou, hier heb je je ding weer. Oké, ben jij uitgeluld? Ja. Dankjewel. Nou, nooit lullig genoeg. Okay. Doeg. Doei. De sfeer is hier echt te harde in Den Haag. In het gemeentehuis hier in Den Haag staat ook onze mobiele studio. Vanaf hier wordt er vandaag en morgen worden de shows gedaan. Oké, wat is jouw Wereld Aidsdag boodschap voor de mensen in de wereld, John? Dat ik hoop dat het een keer afgelopen is. Dat ik echt hoop dat het een keer afgelopen is. Daar moeten we met z'n allen aan werken.
Op zich zou het elke dag Wereld AIDS-dag moeten zijn, want het is een probleem wat voor velen altijd heel ver lijkt, maar het kan dichterbij komen dan dat je denkt. Sta er gewoon bij stil, wat je ook doet, doe het veilig. Ik zeg zoals altijd, peace voor nu en tot plotseling. En wat je condoom om doen, hè? Ook jullie rukkers. Moet ik nog mijn excuses aanmaken? Ja. Aanmaken, nou aanmaken. Aanmaken, ik zeg, moet ik mijn excuses nog aan moet jullie? Je aanmaken. Dit hebben we op tape, zet alsjeblieft op stop en dan rewind en laat even horen dat ik dat niet zeg. Nee, ik vind dat je niet moet terugspoelen. Oké, zal ik mijn excuses aan jullie maken? Niet maken, aanbieden. Wanneer word je 18? Mei. Okay, ben je een tweeling of een stier? Nee, ik ben een stier. Tweeling is in juni. Ik ben een mei. Een tweeling is ook... Luister dan, lieve schat. Een tweeling is ook in mei. Vanaf 22 mei tot 20 juni. Nee, ik heb zoveel astrologieboeken. Ik snap wat je bedoelt, maar ik ben echt begin mei. Oké, ja, relax. Nou, ik ben geen tweeling. Zie ik eruit als een tweeling? Nee, een stier. Want ik ben iemand die eind mei jarig is, is een tweeling. Moet ik nog harder schrijven? Jezus, dat is toch ook mij? Daar gaat het niet om. Zie je me aan voor een tweeling? Ik heb zo'n karakter van de stier. Dat is, zie je zo. Ik heb al die karakters. Wijs, agressief. Je weet toch, man. Kom op. Oké. Ik geef het op. Ik geef het echt op. Hier is de mic. Doe maar een afsluiter. Ik maak geen filmpjes meer. Ik geef Hoe het op. Hoe heet je? Jachja. Jachja? Die sukkel, die Arnhem. En welke taal heb je nog meer? Ik liebe dich. Ciao. Leukse, doei. Maar wel veilig, hè?